7,5 meter bij 1,5 meter. Dat past als het ware net, want ik heb de kamer opgemeten voordat ik de puzzel kocht. Het is niet leuk als die niet net past. Of net niet past bedoel ik, want dan ligt er een klein deel buiten. Ja, dat moet je niet hebben. Dus ik hou ongeveer 10 centimeter over in huis als die straks er ligt. En er moeten nog ongeveer 800 stukjes in en dan is die voltooid. En het zijn wel 800 luchtstukjes. Soms zit ik een hele dag te puzzelen. Begin ik om 7 uur 's ochtends en dan ga ik echt door tot aan Jeroen Pauw 's avonds. Zo langzaam kom ik ook in de fase dat ik denk van laat hem af zijn, laat hem af zijn. Ja. Mensen kunnen me komen bekijken. Ook als ik niet thuis ben, kunnen ze me zien liggen, want door het voorraam kunnen ze zo naar binnen kijken. Ik leg een paar handdoeken op de puzzel, zodat ik nog gewoon een klein beetje kan bewegen in huis. Maar het wordt inderdaad even 11 dagen, zo met de kerstdagen ook, wordt het wel een beetje krap in huis. Maar het is maar voor één keer. Nou, op een gegeven moment zal ik wel een beetje gaan kriebelen om weer een nieuwe puzzel te maken. Maar dat zal dan misschien volgend najaar zijn. En dan maak ik er denk ik gewoon weer eentje van 1000. Eerst nog even 800 stukjes lucht. En straks heel blij zijn als die af is. En ook terugkijkt op 10 hele leuke maanden. En ik trek zeker een flesje champagne over, denk ik, als die klaar is. Wel voorzichtig, want ik moet er niet overheen natuurlijk. Ja.